Goedemorgen allemaal, het is zaterdag, dus de vlog begint weer. Ik heb een beetje wallen, want Niels is de laatste tijd wel erg vroeg wakker. En we hebben een aantal dagen ook niet samen, ook niet heel vroeg naar bed gaan. Oeh, dat is wel heel licht. Ik sta op Niels' kamer, het is nu 8 uur. Maar we kijken 's ochtends altijd even tv in bed met hem, het regent. Het is echt wel warm, maar echt onweer en zo. Niels zit te eten en ik heb eventjes al zijn oude kleertjes eruit gehaald. En toen hield ik echt een portie weinig. Nee, valt ook alweer mee over. Moet je kijken. Dit is wat er nu nog hangt in zijn maat. Deze heb ik dus allemaal leeg gehaald. Ligt nu allemaal hier. Dat moet ik straks even in zo'n vacuumzak doen. Dan ga ik dus nu ook nog even met... Oh, dit is een beetje stuk. Ook nog even met de broekjes doen. En dan is het gewoon weer een beetje fris. Kunnen we weer wat dingen vinden. Dus zeg maar, dit zijn allemaal nog... Dit zijn een aantal truien die nog niet past. Dit is een beetje erg winters, zeg maar. En dan vanaf hier draagt hij nu ook al de hele tijd. Nou, waar dit echt een van mijn favorieten is van de laatste tijd, van de HEMA. En dan heeft hij nog een aantal nieuwe shirtjes. Deze van de Vibra, want die deed me heel erg denken aan een shirtje. Ik zal even kijken of ik hem kan vinden. Die heb ik nou net weggelegd natuurlijk. Even kijken, hij zit hier ergens tussen. Oh ja, deze. Aan deze. Oh. Hij deed me ook denken aan deze shirtjes van Zacht. Deze met autootjes en deze met robotje. Die heeft echt vorig jaar heel vaak gedragen. Vond ik hele fijne shirtjes. En ja, heel gek, maar dit deed me er enorm aan denken. Hoe zou dat nou gaan komen? Dan deze heeft mijn moeder van de week voor hem gekocht bij de HEMA. Heel leuk. Oh, hier is nog een plak erop. Even afhalen. En dan zagen we deze laatste. Die vond ik ook wel leuk. Die is ook van de HEMA. Alleen we kwamen wel tot de conclusie dat de wit niet helemaal zijn kleur is. Maar desalniettemin kan niet hebben. En deze is nog van vorig jaar. Dit is van een pyjamaatje. Zo'n pyjamaatje met een kort broekje. Dus dat kan hij nu ook aan. Maar ik vond het ook gewoon wel leuk als shirtje. En deze is die van mijn ouders uit India gekregen. Er staat een olifant op. En dan hebben we nog deze, die vond ik ook wel leuk. Oh, Niels is een beetje hangry, die is aan het eten, maar het gaat niet snel genoeg. En deze vond ik ook heel schattig, deze van de H&M. Dus dat is een beetje zijn nieuwe collectie, dan moet ik het nu nog even met de broekjes doen. Waarbij we dus sowieso deze als nieuw kort broekje hebben. Die vind ik echt mega cool, van de, volgens mij van de Hennes. Met zo'n zakje, korte broek. En dan deze, die is van de Vibra, een soort joggingbroekje. En... Oh, en dan deze, die vind ik echt fantastisch. Dit is een kort spijkerbroekje met bretels van de Hennes. Oep. Dus dat. Dus dit ga ik nu nog even opruimen. En dan straks alles weer in zo'n vacuumzak. Sorry voor het geluidseffect achter mij. Niels' eigen creatie. Nog wat een zwembroek en een mooi shirt van Oma. Oké. Ik ben net terug van Zumba aan mijn rode hoofd, zie je dat? En nu ga ik me even opmaken. Niels stond tussen fruit te eten. Die is in een razend tempo een sinaasappel aan het wegwerken. Ongelooflijk. Ik had nog deze foto trouwens van het vrijwilligerswerk. We hebben echt een heel leuk kaartje gekregen. Kijk, dan zie je Sven. En dan zie je mij. Superleuk. Goed, dat terzijde. En ik heb dit paletje, zag ik in de aanbieding bij, bij ASOS. Het Hawaii Face palet van de bal. Ik ga hem even openmaken met één hand. Dat is altijd een uitdaging. Dat laat hij zo uit. Een blush, een highlighter en twee oogschaduwkleuren. De lid en de crease kleur. Dus ik ben heel benieuwd. Die ga ik vandaag gebruiken. Vond ik nou, dit zijn van die handige dingetjes ook voor op reis en zo. Niet dat ik dan zo vaak op reis ben, maar you snap what I mean. Hè, Niels, hoop sorry voor jou mee. Lekker hè? Lekker hè, lieverd? Razend tempo. Wil je nog meer? Ja, ik krijg nu het bakje in mijn hand. Er moet nog meer komen. Ik ga dat eventjes doen. Lekker hè? En nou gaat hij dus zo... En nou gaat hij dus zo een appeltje eten, want dat vindt hij leuk. Dan kan hij weer, is hij weer een tijdje mee zoet, hè Niels? Lekker? Zullen we een beginnetje maken, hè? En ik weet niet of ik dat gisteren al had laten zien, maar ik heb mooie bloemetjes gekregen. Voor mama van Niels. Oh, en daar ook. Ja.
Twee kids rennen, rollen, doen. Ze zijn nu even met z'n allen naar buiten, want ze gaan straks naar het Nijntje-museum, maar pas vanaf 3 uur. Het is nu 2 uur. Eigenlijk moet Niels nog slapen, maar daar had hij zelf andere mening over. Dat zal je net zien. Maar hij is een beetje plat vandaag. Nou goed, dat maakt niet uit. Ik heb net nog even een klein beetje opgeruimd, maar goed, het is nog steeds een rotzooi. Maar ik ga nu gewoon even lekker zitten, een kwartiertje, want dan ga ik naar de schoonspecialist om mijn wenkbrauwen te laten verven en epileren. Want dat is hoog tijd. Het lijkt nu wat, maar dat is allemaal bijgetekend. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben eventjes bij de Soap Brow, of hoe heet het? Soap Treatment Store geweest om een Soap Brow, of hoe ze het ook noemen, te doen. In ieder geval mijn wenkbrauwen te laten doen. Normaal doe ik dat bij mijn eigen schoonheidsspecialist. Maar ik bedacht het me nu vandaag en dan weet ik nu al dat ik daar dan echt niet terecht kan. Dus ik dacht, dan ga ik naar de Soap Treatment Store, want daar kan het meestal wel. Nou, deze kant vind ik echt prachtig. Deze kant ben ik iets minder enthousiast over, maar we filmen gewoon van deze kant. Maar ik vind het wel altijd gek, want ze doen het daar. De ene doet eerst verven, dan epileren. De ander doet het in laagjes. Nou, het is een wonderlijk systeem. Maar kijk, deze vind ik iets minder. Zie je, hij lijkt ook. Nou, maakt niet uit. Gaat vast goed komen. Hij lijkt bijna donkerder ook. Oké. In mijn beleving deze hier ook één extra laagje verf. Maar dat is ook lastig. Want daarna tekent ze nog. Ze liet het wel zien. Maar ja, onder zo'n lamp. Ik kan het dan niet zien. Maar goed, maakt niet uit. Het zit erop. Het is prima. Ik ga nu eventjes een momentje relaxen. En dan ga ik nog even een filmpje opnemen voor mijn site. Ja, dat is denk ik wel. Eerst even zitten. Want ik weet niet waarom. Maar ik ben echt moe, jongen. Dus even lekker zitten. Ik heb trouwens even mijn robokoparm afgedaan, want ik had mijn elastiekje er weer eens onder laten zitten. En het zit echt super irritant, dus ik dacht, dat moet eventjes uitdeuken en dan doe ik hem weer om. Ik gebruik hem nu toch niet. Ik ga nu door met de rest van de kast. Ik heb dus alle shirtjes, ik heb trouwens nu ook aan. Ik heb alle shirtjes al gedaan, dus ik heb nu weer heel veel ruimte. Dit is allemaal oude zooi, dus dan moet ik nog even opbergen zo meteen. En dan ga ik nu door met alle broekjes. Hoppatee. Stort het allemaal in. Zo. Het is een beetje donker buiten. Want het regent echt pijp. Oh, het hagelt zelfs. Oké, het hagelt zelfs. Top. En dat is heel fijn, want Sven heeft niet de regenhoes bij zich van de buggy. Bovenop liggen de broekjes die allemaal nog past. Dus dat is makkelijk. Broekjes waar ik geen afstand van kan doen. Dat is ook handig. Een aantal nieuwe broekjes. Deze zijn meer voor de zomer. En ook een blauwe. Ook een beetje overschat qua hoe groot die al zou zijn dan. Maar goed, weet je, daar groeit die vanzelf al in. Maar ook broekjes die gewoon echt veel te klein zijn geworden. Dus die kunnen allemaal weg. Ja, en die moet je toch af. Oh, en deze heb ik ook nieuw. Die is ook pas voor over een tijdje. Maar deze heeft hij al. Maar dan in 2 maten kleiner. En ik kon hem nergens meer vinden. En ik vond hem super fijn. Mijn moeder heeft hem ooit gekocht bij de HEMA. Maar ineens zag ik hem hangen in een schap. Dus een beetje een twijfelgevalletje. En toen dacht ik, oh yes. Gewoon los. Zat er verder geen enkele andere bij. Oh, dit is ook zo'n favoriet van mij. Dus die heb ik ook in 2 maten volgens mij inmiddels. Ook te klein. Dat is dan alweer zo klein. Hè? Terwijl als het als babytje, dan is het zo groot. Het lijkt allemaal zo groot. Dit kan denk ik nog wel. Een lekkertje maar. Twijfel. Het is ook zo zonde, hè. Overal zo snel uitgroeien. Nou, dit liet ik net al zien. Oké, great change of plans. Want Sven die belt net dat ze nu uit Nijntje-museum komen. En dus inderdaad niks bij zich hebben tegen de regen. Dus ben ik alles aan het oppakken. Dus of ik ze wil opkomen halen. Nou mag ik hier niet mee rijden. Met mijn arm.
Maar dat is een verzekeringskwestie, zeg maar. Je mag met een brace of zo wel rijden, maar niet met een gebroken arm. Nou, ik heb natuurlijk geen gebroken arm. Het kan verder ook geen kwaad. Dus wat ik dan, wat de fysio had gezegd dat ik dan moest doen, was... Wat ik dan mocht doen was gewoon... Wat ik dan gewoon mocht doen, ik kom lekker uit mijn woorden... Was gewoon dat ding afdoen en dan maar gaan. Ik ga snel met mijn nieuwe broek aan te aantrekken. Hoppatee, go, go, go. Nou, iedereen is weer veilig thuis. Ik was er bijna, toen was er een enorme omleiding. Dus heel irritant, maar goed. Heb het gered, maar inmiddels heb ik dus dit ook even snel gedaan. Ik heb hier lange broekjes. Hier zijn nog een aantal die een maatje groter zijn. Hier heb ik korte broekjes en waarvan deze eigenlijk vervangen moeten worden. Dus ik wil eigenlijk nog wat nieuwe grijze joggingbroekjes. Heb ik hier wat korte broekjes. Ook de slaapzakken. Deze heb ik nieuw, die vind ik zo leuk. Tenminste nieuw. Kijk nou toch. Met allemaal cactusjes. Een zomerslaapzakje. Ik heb altijd extra knuffeltjes. Dus die liggen hier ook. Dit zijn nog wat pyjama's. Oh ja. Ah, goed over nagedacht. Ja. Nou, over een paar minuten begint het. Ik zit inmiddels op de bank en net mijn make-up eraf gehaald en alles. En toen dacht ik ineens, oh ja, ik was aan het filmen, Niels zijn kamer. En toen stopte de batterij ermee. Dus dat heb ik niet afgemaakt. Tenminste, ik heb het wel afgemaakt, maar niet meer gefilmd. Maar het is gelukt. Het is zeker schoon opgeruimd. Als ik het niet vergeet, zal ik het morgenochtend, dus voor jullie in dezezelfde vlog, zal ik het nog even laten zien. Ik zit dus nu lekker op de bank met Sven. Het was echt, Niels heeft echt een hele leuke dag gehad met die vriend van Sven en zijn dochtertje. En Sven trouwens ook, maar Niels en dat meisje waren echt mega cute samen. Echt heel schattig. En nou, die ligt knock-out nu, denk ik. Dat weet ik wel zeker. En het is vanavond Songfestivalavond. De finale. Dus nou, daar ga ik wel een stukje van kijken. Ik vind het wel leuk om even een stukje te zien. Nou ja, vooral Gina, de rest is verschrikkelijk. Maar toch, hè. Dus daar ga ik een stukje van kijken. En ik wilde zeggen op tijd naar bed. Maar ik wil natuurlijk eigenlijk ook wel de uitslag zien. Nou, dat moeten we nog maar even zien. En morgen is moederdag. Maar morgen kan ook Ajax kampioen worden. Dus ja, je moet het skis opdelen. Dus mijn beeld het even uit. Morgen... mag ik uitslapen van Sven? Waarschijnlijk kan ik dat niet, maar is toch fijn. En dan moeten we even zien waar we de wedstrijd gaan kijken. En wat we nog meer gaan doen. 2:30 toch is de wedstrijd? Wat? 2:30? Wedstrijd? Ja. 2:30 de wedstrijd. Nou, we gaan het zien. Ik ga voor nu gewoon lekker op de bank niksen. Ik ben moe. Zitten. Nee. Goedemorgen, het is moederdag en ik ben net gewekt. Of nou, eigenlijk mocht ik uitslapen, maar daar ben ik al niet zo sterk in. Dus ik heb nog eventjes lekker iets langer, 20 minuutjes of zo, op bed kunnen liggen. En de mannen hebben wat moois voorbereid, hè Niels? Oh, ja. Een heerlijk ontbijtje. Het was een soort roos. Je ziet nu alleen nog maar het gedichtje en blaadjes. En dan, ik ben de fantastische moeder van Niels. Heb ik een hele blutse tas gekregen. Van heeft Niels op het kinderdagverblijf gemaakt. Met zijn hand. Dat is leuk, hè? Niels zit lekker een croissantje weg te smikkelen. Niels zit in een hutje met de beren. Dan heb ik even het dekbed laten drogen. Deze, het is de enige die niet in de droger kan. Dit heb ik dus van Niels gekregen. Een mooi gedichtje. En het was dan een roos. Dit zat opgerold als een roos. Zo, in die bladen zo. En dan, ik ben de fantastische moeder van Niels. Snap je? Fantastische. Lieve. Een stukje aan het fietsen. Dus we hebben heel veel mensen in de kast. We hebben het best wel druk. We fietsen in de nieuwe
Daar wacht de papa en die heeft een trappetje gevonden. En hier gaan we nu even spelen, want het is een nieuwe speeltuin. En dit vinden we natuurlijk wel prachtig. Middag en we zijn nog even naar buiten geweest net. Volgens mij hebben we nog wat gefilmd. En net de wedstrijd gekeken. Oma was er nog even. Oma had taart mee. Altijd lekker. Het eten staat op. Tenminste, de pizza zit in de oven. Niels heeft al wel een hoop groente op. En die kan dan straks nog een stukje meeknabbelen. Ik ga zo even wat laten zien. Even wachten tot Niels een beetje lekker op gang is. Volgens mij heb ik weer een beetje weinig gevlogd vandaag. Dat was ook omdat op een gegeven moment de SD-kaart vol was en we op pad waren. Dat is jammer. Maar ik heb wel... dus hij stopte volgens mij redelijk op rug. Maar daarna heb ik een hoop kunnen wissen wat geen probleem was. Dat heb ik volgens mij wel een stukje gezien. Vanavond niet meer heel veel spannends. Je hoort trouwens nu gezang, kookgeluiden, alles. Volgens mij vanavond niet meer zoveel spannends. Ik ben ook heel moe. Ik heb pijn aan mijn lijf. Niels is ook heel moe, ik weet niet waarom, het is nog niet zo laat, maar het is echt heel moe. Goed, we proberen hem nog een beetje wakker te houden. En ik zou even zien, ik heb Sam het schaap ingesteld. Ik zal het even laten zien. Mitt is echt heerlijk te slapen. Oh, die wordt nu even wakker door mij. Het is gewoon bedje. En kijk, hier zit Sam het schaap. Ik heb hem dus nu al ingesteld voor de nacht. Ben benieuwd. Are you ready to rumble, Mittens? Are you ready to rumble? Met het bed opmaken. Ik heb net nog even aan de site gezeten. En ik ben best wel moe. Maar we gaan nu het bed met Mittens samen opmaken. Dat doen we altijd, elke zondag. Dus ik wil het even gaan filmen. Maar ik weet niet of het lukt. Dus bear with me. Zo jonassen we dus met Mittens. Nou, nu komt het kill and attack gedeelte. Waar Mittens ons altijd aanvalt. Snel moet handelen. Zo, het bed is opgemaakt. We gaan nu lekker op bed liggen. Ik ga nog een stukje tv kijken. Vandaar het blauwe licht wat spontaan aangaat. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden om te zien. Ik ga volgende week echt mijn best doen om weer wat meer te vloggen. Want ik merk dat ik steeds... Want ik merk dat het er steeds bij inschiet. Ik weet niet waarom. Ik denk omdat ik gewoon een beetje moe ben. Ik heb hier ook een leuk plukje. Nou, toch hoop ik dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik wil jullie in ieder geval weer ontzettend bedanken voor het kijken. Ik zou het fantastisch vinden als je wilt abonneren op mijn kanaal Blondie Beauty Fashion. Door hier op mijn gezicht te klikken. En ik zie jullie volgende week. Doeg!